geronk klinkt op de achtergrond. In een overigens verlaten schoolplein van de Wierde aan de Wilmerkluisstraat, want het is vakantie. Jacco Wissing, wat ben jij hier met je mannen aan het doen? Wij zijn hier bomen aan het kandelaberen. Wat is kandelaberen? Kandelaberen is eigenlijk een vorm van snoei die we liever niet toepassen. Maar die gebeurt om de boom zover terug te snoeien dat hij veilig is voor de kinderen hier op het schoolplein en de omwonenden. Er zat heel veel dood hout in de bomen. Maar we hebben hier ook een aantal bomen al op de grond liggen waar zwammen in zitten en ziektes die ontstaan doordat de boom rot is. En dat betekent dus dat die bomen die takken eraf kunnen vallen en dat dat gevaar oplevert voor de kinderen. Ja, dat klopt inderdaad. Dat is het grootste gevaar bij deze bomen. Je geeft net aan van wat jullie op dit moment aan het doen zijn, dat wil je liever niet. Leg eens uit wat het verschil is van wat jullie liever wel willen en liever niet willen. Nou, een boom zo ver terugsnoeien betekent eigenlijk dat je er de vorm uithaalt. Normaal gesproken laat je de habitat van een boom, de vorm van een boom, laat je in stand als je gaat snoeien. En dat gebeurt hier nu helaas niet, maar is wel noodzakelijk. Maar deze is simpel rot. Ja, dit is een boom, een larix, die inderdaad van binnenuit helemaal wegrot. En daardoor gewoon een hele zwakke boom is en bij de eerstvolgende storm om zou kunnen waaien. Dus dat betekent dat de schil die er dan in feite nog om de bas zit, steeds dunner wordt. En het gevaar van het omvallen van de boom op dat moment gewoon heel groot is. Ja, dat klopt. We praten dan over een zogenaamde restwand die aan de buitenkant van de boom overblijft. Maar uiteindelijk steeds dunner wordt en daardoor een gevaar oplevert bij zware stormen. Nog een enkele dagen en dan staan er van die bomen die we hier om ons heen zien staan niks meer overeind? Nou, een gedeelte staat nog overeind natuurlijk, maar veel minder als dat er nu staat, dat klopt. Het is echt nodig dat deze bomen zo ver worden ingesnoeid? Ja, dat klopt. In dit geval is dat noodzakelijk. Nog een keer vanaf het begin. Ik heb begrepen dat je altijd voor de klas hebt gestaan, maar dat je op een gegeven moment hebt gekozen voor de muziek. Ik heb altijd muziek gespeeld en het onderwijs werd steeds veel eisender. Steeds meer vergaderingen. En ik zag bijvoorbeeld bepaalde onderwerpen voor de derde keer voorbij komen. En twee keer was het al niks. En de derde keer beginnen ze er weer over. Kijk, je kunt je tijd beter besteden. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb ervoor gekozen om minder te werken en meer muziek te maken. Dan lever je wel in, maar dan koop je een overhemd van de kringloop en dan ben je toch hartstikke blij. Zo simpel is het gewoon. Heb jij voor jezelf nog bepaalde momenten waarop je zegt van en nu stop ik er helemaal mee in het onderwijs en ga ik over naar de muziek? Dat was het moment dat op een onderwijsvergadering smileys werden uitgedeeld. Ik vond dat er niks te lachen was, dus ik denk, Bijkerk, wij houden hiermee op. Wat is voor jou echt een hoogtepunt geweest? Nou, de Fats Waller Memorials met 10 piano's. We kregen 10 piano's van Schumer. Die werden bij elkaar gezet in de oude zaal van de Hagen. En die werden bij elkaar gestemd, moet je nagaan. Nee, dat allemaal moet doen. Als je de tiende klaar hebt, dan is de eerste weer ontstemd. Maar goed, het was ons probleem niet. Ik heb allerlei pianisten opgeduikeld en een programma rond Fats Waller, een swingpianist van de jaren 30, heb ik toen gebracht met de Jazzclub Almelo. En als vervolg daarop hebben we onder andere Pim Jacobs met zijn trio gehad. En die vond het zo leuk met die grote balhoeden allemaal. Hij zegt, heren balhoeden, komt u eens in music all in spelen? Nou, dat was natuurlijk geweldig. Toen zijn we, ik geloof dat 5, 6 en 7 was, dat wij naar Hilversum gingen. Allemaal een dag vrij van het onderwijs. En er kwamen allerlei interessante mensen tegen. Onder andere de weduwe van Theo Udemarsman. De leider van de Ramblers. Het was heel aardig. Lisbeth List was in de studio. Julian Clare. Nou ja, dat is hartstikke leuk om dat allemaal mee te maken. En het ging goed. Want het is, weet je,
als je iets organiseert met veel piano's, pianisten zijn allemaal solisten. Hè? Dus je moet afspreken, jullie spelen een melodie, jullie akkoorden, jij de bas, jij wat franje. En als er een solo is, dan valt er een paar mensen weg. Kijk, dat is de taak van de arrangeur. Hè? Dat is een uitdaging, het is ook veel werk. Maar ja, als het dan goed klinkt, dat geldt voor alle bandopnamen net zo. Dan is dat de beloning. Johan, die, toen ik begon in deze groep, dus in de Twents Connection, toen was ik bassist. Toen kwam het gesprek op, de zang natuurlijk. En in die periode studeerde ik ook bas, maar ook zang. Dus toen kwam dat te sprake. En toen kwam Johan met de eerste stukken die hij... dus aanvankelijk had hij volgens mij bekende bestaande stukken gearrangeerd. En later, of vrij snel nadat we begonnen, is hij ook stukken voor mij speciaal gaan schrijven. Die speciaal passen bij mijn stem. En nou ja, daar hebben we in de afgelopen 35 jaar een behoorlijke verzameling van samengesteld natuurlijk. Dat groeit en dat groeit. En sommige dingen die zing je één keer en 10 jaar later nog eens en daarna zijn ze in het vergeetboek. Maar sommige dingen blijven ook terugkomen steeds op de speellijst.
Amen.
geklikt. Vroeger is Gelderhoe richting Grote Straat lief. En als je dan van hieruit ging staan, dan keek je precies op het winkeltje van Borink en op de Wilmsgang. Ja. Kijk, en dan verder kon je dan niet zien. Dan moest je eerst weer met een bochtje lopen mee naar de Grote Straat. Ja, en dit hele stuk, dat hele Schalderooi... Daar kon je helemaal, heel de Schalderooi uit, kon je op Borink kijken. Ja, en maar daar stonden ook woningen, zeg maar. Ja. Helemaal langs de hele Schalderooi. Hier stond dus meer een beverdam met vroeger de bierbottelarij. Zo ongeveer hier, ongeveer, ja, zo moeilijk... Wijnus de Groenteboer zat daar. Ja. Daar stonden aan die kant ook huisjes allemaal. Ja. En daar heeft nog ergens het gasthuis, Sint-Antonie gasthuis. Heeft hier ook nog een ziekenhuis gestaan? Nee, het was meer een opvanghuis. Ja, het gasthuis noemen ze daar. Daar woonden ook mannen en vrouwen ieders apart. Ja. Dus die zaten daarin. Was dat ook iets voor schippers en zo? Dat die daar, of was dat weer iets anders? Nou, er woonden gewoon mensen die een huis nodig hebben. Maar later voor nood. Ja. We zijn nu even naar de Hagegracht gegaan, maar als ik hier op dit kaartje kijk, moet hier ongeveer de beste kerkengang hebben gezeten. Klopt dat? Ja, dat klopt, ja. Als je vanuit de Hagegracht hier de Westerkerkgang inging, kwam je op de hoek bij Drenthe uit. En dan kijk je vandaar precies aan de overkant op de grossierderij van Stellema. Stellema zat toch in de Grote Straat? Dat was de ingang van Stellema, de Grote Straat. Oh, daar zit nog liep dat zo ver door? Oh, liep door? Ja, dat liep helemaal door, ja. Dat was een heel grote grossierderij. Ja. Oh, ja, daar. Tegenover de klok zat daar de Westerkerkengang naar de Hagegracht. Hier achter de klok ging je rechts om. En dan kwam je in de Hovenpad en dan ging je zo richting de Boerderstraat. Je schuin naar boven was de Gasthuissteeg, liep je daardoor en dan kruiste hij de Bakenstraat richting de Knaalgang. Dan ga je draaien en dan heb je aan deze kant ga je het Schalderooi in. Als je daar vanaf de markt komt, had je daar aan de linkerkant zat daar Sandman, de slijterij van Sandman. En dan daarna zat dus Evers van Meel. En dan had je een schutting, daar zat de tuin achter van Hiepling van de Hagegracht. En dan had je een paar kleine huisjes. En dan op die hoek zat hier ongeveer hoek Hagenstraat, zat Bakker Houtkamp vroeger. Steken we dus hier die Hagen. Straat over, daar heb je nog zo'n heel oud pand. En voor 1900 was dat ook al een oude school. Daarna stond de Wilhelmina school met die mooie grote steen erop, die nu nog voor de zeggen staat. En aan de andere kant zat dus, hier zat dus café De Klomp. Met daarnaast zijn, er was vroeger een stalhouderij en heeft hij later een danszaal van gemaakt. Daarnaast zat dus kapper Mans Forel. En daarna staat er ook nog S-huis. Daarachter was de stalhouderij, de conservatorenstallen. En dan kwam daar ietsjes verder de Israëlische school met de achterkant van de Joodse synagoge. En dan liep je die Bakenstraat zo schuin door. Ja. En dan had je aan de ene kant had je dus van hier de linkerkant de kanaalgang liggen. Ja. Je ging naar de haven. Ja. En precies tegenover de kanaalgang lag dus die Gasthuissteeg. Ja. Waar je dus uitkwam bij de Café de Klok, zat dus die synagoge. De synagoge? Ja. Oh ja. Dus als je dus aan daarheen ging, ja. Rechts de Gasthuissteeg, aan de andere kant de kanaalgang. De kanaalgang. Met pension Brummen, waar daar zat. Met pension Brummen. Oh ja. Je kunt er daar nog tussendoor, dat is misschien wel geweest. Ja. Daar kun je nog tussendoor. Ik weet niet, want het liep meer diagonaal richting Brugstraat, hè? Dus het kan misschien in de verlengde zo allemaal het geheel met elkaar zijn. Ja. Waar vroeger de Café de Klomp zat, of was, daar staat nu een grote parkeergarage. Ja, als je dan zo langs de Café de Klomp liep, dan ging je zo diagonaal zo helemaal daar die richting uit. Ja. Naar de Brugstraat. En dan in die bocht hier zat dus het Schalderooi zo. Ja, we staan hier midden in de parkeergarage. En hier moet ergens de kruising zijn
Van welke straten ook? Nou, als je ongeveer kijkt, dan moet aan de rechterhand moet de Gasthuissteeg liggen. Gasthuissteeg. En aan deze kant ligt dus de kanaalgang. De kanaalgang. Ja, en als je daar ietsjes terug gaat hierheen, dan staat er hier die beetje grote witte panden. Ja? Dat was een accountantskantoor van S-Huis. Dat was toen die tijd nog een van de grootste van Oost-Nederland. Ja. Dus, en daarna zat de Ruiten en Mensing, dat was een margarinefabriek. En op de hoek zat dus Ten Hoven. Dit is in de Bakerstraat dan, hè? Ja, Gasthuisweg, ja. Kanaalweg, Bakerstraat. Ja. Dit is in de Bakerstraat. Maar je had het net over Ten Hoven. En Ten Hoven had hij ook niet een of andere geëmailleerd bord daar staan. En wat stond daar ook alweer op? Ja, als je nou iets terugging hier dan, naar de bocht. En je kwam vanuit de Schelderhooi. Ja. Dan stond daar zo'n heel groot geëmailleerd bord op dat pakhuis van Ten Hoven. Met zo'n man erop, met zo'n middenpet op. Ja. En een masker voor. Ja, en er stond op. Beetje schrik aanjagend. Hij loert. Geen kans, lip sluit alles af. Ja, dat klopt. Ja. Mooi, dat is mooi. Nou, dan komen we uit de garage. En dat was vroeger de. Dit was dus de vroege, ongeveer de vroege Gasthuissteeg. Ja. En dan gaan we dus nu de Gasthuissteeg door. Ja. En dan staat daar staat nog een opslag van Truf. En aan die kant staat nog eerst dus het huis van de rabbi. Met aan de overkant de ingang van de Joodse synagoge. Ja. En dan stak je het Hovenpad over. Ja. En dan kwam je hier bij Café de Klok. Café de Klok. Café de Klok, waar de familie Steeghuis op zat. Daar zat dus op de hoek Gasthuissteeg Hovenpad. Gasthuissteeg Hovenpad. Ja. Hovenpad. Hovenpad. Was hij verder nog ja, Hovenpad? Hier was ongeveer het Hovenpad. Hier zat dus Café de Klok. En achter de café, opzij van de Café de Klok, had je dus de Hovenpad. Die liep zo schuin iets met een bochtje. En dan liep hij helemaal rechtdoor. Dan kom je uit aan de Bordenstraat, waar vroeger een drogisterij was. Een hele bekende drogisterij. Hoe heette die drogist? Dat was Reuten. Reuten. Hij had ook schildersbenodigingen en verf. Eerst was alleen drogisterij, later was ook schildersbenodigingen. Waar kon je daar, aan de achterkant kon je daar rechts in. En dit is dus dat rechterstuk naar Reuten. Dat, daar kom je in de Bordenstraat uit. En dit is een restaurant, hè? Ja, nou staat is nou alleen nog een groen vlak. Hij is nou afgebroken. Als je daar dat hek ziet, daar, dat groene vlak, daar staat de drogisterij Reuten. Ja. En aan deze kant van de hek begon dus de Hovenpad. Ja. En als je dus dan helemaal rechtdoor loopt, dan ga je daar langs dat gemeentehuis daar ongeveer. Ja. Langs dat gemeentehuis. Ja. En dan ging je van daaruit heel schuin daar naar links. Ja. En dan kwam je daar bij de Klok uit. De Klok bij Café de Klok. Oude Bordenstraat. En hier staan we voor volgens mij een fabriek. En daar Palten, de fabriek. Fabriek van Palten. Ja, daar was dus die ingang. Ja. Dus, en daar stonden er nog weer een paar huisjes. Er was nog een winkeltje bij. Maar ze kwam dan helemaal uit aan het eind in de Bakenstraat. Waar Palten begonnen is. We staan hier in de Brugstraat. We staan hier in de Brugstraat, Brugstraat. En hier tegenover, hier dat is de... De Bakenstraat. De Bakenstraat. En aan de rechterkant zat vroeger Seigers. Seigers, ja. Van Seigers. Ja. Daarna heeft de lampenspecialist Iderma er nog in gezeten. En die zaten later, boven zaten ze allemaal zelf ook alle lampenkappen met de hele familie te maken. En die zijn later naar de Nieuwstraat gegaan en hebben daar de winkel gehad. En aan de linkerkant zat een café van Jansen. Café van Jansen, ja. Die man die staat altijd voor de deur. Vroeger. Ja, en er was ook nog een papegaai, een sprekende papegaai daar. Daar kon ze buiten dus horen. Ja. En als je dan iets verder, dan had je dus Palten liggen. Ja. Daar zat... Ja? Kijk, en dat bord, het Baken, is ook duidelijk. Dat dit de Bakenstraat was. We hadden het over een tongslager die hier gewoond heeft. En een zeker van de... Van den Elst. Van den Elst. Ja. Dat was een touwslager. Ja. En die had hier in de Bakenstraat zijn bedrijf. Ja. En dan kon je, er was een heel lang pand, dat kwam uit in de haven, aan de haven. Aan de haven, Maar dan moesten ze die touwen maken. Ja. En in de lengte ging dat draaien met die touwen. Oh ja. Dus, en omdat dit nu touwbaan heet, kun je haast nagaan dat het er wel iets meer te maken heeft. Dat heeft daar vast meer te maken, ja. Inderdaad. En dan heb je hier aan de linkerkant volgens mij, zat daar vroeger niet... Een branderij of zo? Ja, daar heeft dus de koffiebranderij van Neutenboom gezeten. Neutenboom, dat rook altijd zo lekker als je hier dan langskwam als die koffie branden. Ja. Ja. Dat was dus links, achter Palten.
Ja. Dat was achter Palten. Ja, daar Palten. En Koolthof staat hier dus. En Koolthof, dat hier was... is ook nog een, in stoffen en fijne stof, linnen. Was een, van een heel goed bedrijf eigenlijk. Ja, ja. En daar hebben dus ook nog een familie gewoond. Die is naar Amerika gaan immigreren in de 60er jaren. Familie Casimir. Die hebben hier ook nog gewoond, dus dit pand. Ja. Dit stuk. Ja. Dus dit heeft ook geschiedenis hier. Ja. Heel veel. Die kunstenaars die hebben wel oog voor het verleden. Want die hebben het pand Het Baken genoemd. Bakenstraat loopt nou achter het politiebureau langs. Ja, dit had eigenlijk nog een stukje Bakenstraat kunnen blijven. Hè, bestaan, hè? Ja, dat was veel herkenbaarder voor de mensen. Dat snap ik ook niet, hè? Ja, maar ik start Bakenstraat en dit werd zo bij. De Willemsgang die zat recht tegenover, of schuin tegenover de vroegere Noorderstraat. Ja, dat is ongeveer hier, waar we hier nu staan. Als je de Willemsgang overstapt, dan kwam je gelijk zo in de Noorderstraat. In de Noorderstraat. In de Noorderstraat. De Noorderstraat. Ja. Dan keek je al precies, ging je langs Bakkerij Pieters. Langs Bakkerij Pieters, een heel bekende bakker en, ook in Almelo. En Landhuis de Visboer. En Landhuis de Visboer. Ja. Nou, hier zijn we begonnen. Het lijkt me een goed idee om hier dan ook maar te eindigen. Dus, ik wil je hartelijk bedanken. Maar ik vond dat je ontzettend veel van wist. En misschien wil je dan wel veel meer, maar dan moet je dat maar weer in het volgende boek zetten. Want zij heeft namelijk 3 boeken geschreven. Trudy, ook hartstikke bedankt. En die meneer die zich zo goed bij beeld heeft, ook nog bedankt. Wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Daar gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway.